Eens kijken of het erin zit. Als het lukt, is het ook meteen eindeoefening voor Jamie Lewis. Als het lukt, dubbel 12 van Barneveld. Het lukt, 141 finish om het af te maken. Dat is prachtig. Dat is lekker. En dat geeft vertrouwen ook voor de tweede ronde. Is dit Sapoep dan misschien gegund? En je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet. Het zou wel mooi zijn. 4-0 gun ik hem niet. Welkom, gooi hem uit, die dubbel 18. Doe maar. Ja! Mohamed Latif Sapoep. We zijn in extase. Nee, 141 hoor ik de scheidsrechter roepen. Dus dan mag hij naar dubbel 12 weer Pietersen. En die gooit hij uit. Mooie finish hoor van de Zuid-Afrikaan Devin Pietersen. Ongelooflijk spannende partij. Krijgen we nummer 6. Dubbel 19 gegooid. Dubbel 12 voor een 39. Ja! Hij doet het, Terry Jenkins. Wat een fantastische prestatie, zeg, van de Raging Bull. In deze spannende fase in de wedstrijd. Een 39 voor de Bull. Ja, dit is mooi. Dit is een plaatje. Terry Jenkins met de bekende. Zo, en nog even de 141 erachteraan voor Michael Smit. En dan begint Taylor alvast maar te bijten op zijn flight. We hebben het al vaak over gehad. De problemen die Wade heeft. We gaan eens even kijken wat hij doet met die 141. Hij mag naar dubbel 12 toe. Ja, dat is netjes. Dat is een 141 finish. Maar geen enkele respons. Een naam die je niet direct noemt. Als grote darter. Doe maar gek, jongen. Triple 19. Doe maar gek, jongen. Dubbel 12. Ellison. Ja! Yes! Oh, jongen. Tegen darter. Het is toch onvoorstelbaar. Deze man, Kyle Anderson uit Australië, uit Queensland. 26 jaar. Gooit hier een 39. Ongekend. Wat gebeurt hier? Wait. Raakt hij de triple 14? Ja. En dan naar tops toe. En dan valt die dubbel er dus wel in. En is Wade heel stiekem toch weer terug op 1-1. In zijn eigen leg met Webster op 82. 144 van Gerbe. 144 van Gerbe. 0 van Gerbe. Zo, dit is... deze hadden we nog niet gehad. Tenzij. 1. Dat is 2. Dubbel 13. Tenzij. Lewis! 146! Beslissende leg. 46 heeft Mighty Mike. Dat is één keer triple 20. En triple 18 en dubbel 16. Hoppatee. Hij had er 6 darts voor zijn. En dubbel 12. En dus Cullen op 147 heeft de triple 20. Triple 17 voor dubbel 18. Joe Cullen om er 2-2 van te maken. Joe Cullen. Jazeker. 147. Maar je hebt het gevoel dat Webster ze eigenlijk makkelijker houdt dan dat Sujovic dat doet. En dat het een keer fout moet gaan. Webster gaat naar tops voor een 150 finish en die gooit hij ook nog. Ja, ja. 3-2. Right op 151. Ja, het is wel voor de wedstrijd. Dus je moet er altijd een klein beetje rekening mee houden. En als de triple 20 erin gaat, mag hij ook naar triple 17. En als die er ook in gaat, mag hij naar tops. Het is voor de wedstrijd, Peter Wright. Oh, wat een prachtige finish van Wright. En die leeft hem ook meteen. Ja, dat klopt wel ongeveer. Die afstand die hij aangaf. En hier is Morihiro Hashimoto voor de rebreak. Ja, 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 ja. 152. Van Gerwe om 4-0 in sets voor te komen. Gaat er eens even goed voor staan. Triple 20, hijst hij erin. Die er nog bij. Dubbel 17. Hartstikke idee. Het maakt niks meer uit. Het maakt niks meer uit. Lewis weet niet waar hij het zoeken moet. Van Gerwe. Michael Smith laat 60. Taylor met een kansje op 156. En bij Taylor is dat misschien een iets minder klein kansje dan bij anderen.
Kijk maar. Zo, dat is meteen. 157 voor Webster. Triple 20 gevonden. Triple 19 gevonden. Tops. Zijn favoriete dubbel en een finish van 157 voor Mark Webster. En terug tot 2-1. Iedere keer als je denkt het gaat een bepaalde kant op, dan kom je bedrogen uit. 158 voor Kevin. Die gaat naar triple 17 nu en dan naar bullseye. Kevin, 158. Oh! Die maakt van zijn hart geen moordkuil. Zo makkelijk als hij dat gooit, zeg. Ik word 2-2. 2. En 3. Jongen, dit gaat echt razendsnel. Worden de problemen voor Wade toch wat groter? Volgens mij vindt hij het gewoon leuk om een kuil te graven voor zichzelf en er dan weer uit te klimmen. Gaat hij ervoor voor de bullseye, Andy Smith? Ja hoor, boom! En hij wint hem ook! Finish van 161. Triple 20 gevonden. Triple 17 ook, bullseye. Finish van 161. Zo, die staat zeg. Peter Wright. Het is toch een tikkie dat hij uitdeelt. Die eerste pijl zat zo mooi in de triple 20. Dan had er in ieder geval 140 van moeten komen. Wright gaat toch niet voor bullseye wel? Jawel. Een finish van 164. Ja, dit is lekker voor het zelfvertrouwen. En dit betekent... Lekker. Waarin het Osborne niet zo heel best vergaat tot nu toe. Kijk eens aan. Waarin Dolan een 167 finish gooit en in 12 darts uit is. Nou, ja, dat is als een derde dikke finish. Ja, derde boven de 100. En deze zit er goed. 126 tegen 170 voor Jenkins. Eerste triple zit erin. Kan er eentje naast? Nee, hij gaat er bovenop. Dubbele boel. Ja! 170 Terry Jenkins. Ja, absolute klasse. En daarmee kan hij die vorige set niet meer binnenhalen natuurlijk. Die moet hij laten gaan. Hij heeft een finish. Triple 20 gevonden door Newton. En nog eentje. Bullseye voor een finish van 170. Schitterend. Wes Newton. Overtuigend, de finish van 170. Hij wint de set met 3-0 in legs en het wordt 4-0.